Minister Bronto Somoharjo, correctie, van Binnenlandse Zaken, heeft besloten een eenmalige gratificatie van ongeveer SRD 5000 toe te kennen aan gepensioneerden en jubilarissen. Het gaat om een groep uit de periode 2015 tot en met 2019. Door de COVID-19-situatie in het land is het niet mogelijk om deze personen feestelijk te huldigen. We gaan de jubilarissen en gepensioneerden van de periode 2015 tot 2019 een eenmalige gratificatie toekennen van ongeveer 5000 SED per persoon. En het gaat ongeveer om 500-600 mensen. De regering voert gesprekken met belanghebbende actoren over het instellen van een sociaal plan voor de samenleving. President Santokki gaf tijdens de regeringspersconferentie van afgelopen maandag 24 mei al aan dat er in juni koopkrachtversterking zal worden gegeven. Minister Somoharjo gaat verder hierop in. De regering, zoals je weet, staat al een tijdje in de startblokken om aan koopkrachtversterking te doen voor ons volk. In dat kader gaat de regering komen met een overbruggingsplan, een sociaal plan voor een jaar, waarin een aantal maatregelen zijn opgesomd. De president heeft mij en de minister van Financiën instructies gegeven om binnen een week een uitgewerkt plan te geven inzake de koopkrachtversterking. Wij gaan daarmee aan de slag.